De vorige keer bij Transformers Prime. Waardevolle dingen zijn nooit gratis. Wat wil jij voor terug hebben? Ik wil alleen weer een Decepticon zijn. Goed, waar gaan we vandaag naar op zoek, mijn leider? Starscream's ware motieven. De grafsteen van de machtige Skyquake. Jij zal moeten buigen voor mijn bevel. Samensmelting. Ik voel het! Genant. Ik laat je terugkeren in ons leger. Ik dank de Allspark. Ik ben misschien niet de eerste mens op Cybertron, maar ik kan best wel de eerste uitwisselingsstudent worden. Waarom vertelden jullie ons niet eerder over de Omega-sleutels? Het is jullie vast niet opgevallen, maar het is hier bij ons nogal heftig geweest. Dus jullie gaan binnenkort misschien terug naar huis, hè? Wees gerust, Raf. Je kunt langskomen. Als ons huis klaar is, kan die bij ons blijven slapen, toch, Balk? Nico... Je neemt me toch wel met je mee, hè? Lopen we niet wat te hard van stapel? We missen niet alleen de middelen om Cybertron te bereiken, maar Starscream heeft nu het enige middel in handen om onze planeet te doen herleven. Voor zover we dat weten. Denk je dat Starscream weer bij de kans is? Hij kan de Omega-sleutels hebben gebruikt om zich terug te kopen bij Megatron. Tja, zonder eerst te proberen ze aan de hoogste bieder te verkopen? Het zou me niets verbazen als hij het lef heeft om contact te zoeken. Oké, dat is raar. Is het Starscream? Nee. Het is Dreadwing. En hij zoekt contact. Ik ben hier niet om te vechten, maar om dit te geven. De hamer van Solus Prime. Er kunnen explosieven aan zitten. Dreadwing, wat wil je daarvoor terug hebben? Alleen de belofte dat je hem wijs gebruikt. En? De Omega-sleutels? In Megatron's bezit. En zwaar bewaakt. Scream heeft dus een deal gemaakt met de Khans. Waarom? Een schaduw van schande hangt nu over de Decepticons. Het is een bende waar ik niet bij wil horen. Dan vraag ik het je nog een keer. Voeg je bij ons en help ons om dit conflict te beëindigen. Mijn eigen soort verraden is niet hetzelfde als die van jullie accepteren. Het is geen stersabel, maar ik weet zeker dat hij Megatron's zwaard kan vernietigen en voor wat deukjes in zijn lelijke smoel kan zorgen. Zo'n soort hamer is het niet. Nu de Decepticons alle vier de Omega-sleutels hebben, zou het slim zijn om de hamer te gebruiken om onze eigen sleutels te maken. Zelfs met al deze kracht heb ik de expertise niet die daarvoor nodig is. Laten we hopen dat Megatron de sleutels niet vernietigt, zodat niemand ooit meer naar huis kan. Megatron is een schurk. En ik denk dat hij de Omega-sleutels voor hun doel gaat gebruiken. Laat hem die sleutels dan maar houden en al het werk doen. Wat ik bedoel, wat maakt het uit wie Cybertron doet herleven? Als Megatron Cybertron laat herleven, zal hij dit in zijn politieke voordeel gebruiken.
Ik snap het niet. Waarschijnlijk zal de leider van de Decepticons zichzelf aanwijzen als de redder van de planeet en alle Autobots als oorlogsmisdadigers zien. De grote misleiding gaat verder. Megatron's zogenaamde prestatie kan Cybertron nog eonenlang beïnvloeden, waarbij hij de sparks en de gedachten van de teruggekeerde burgers kan vergiftigen. Geen ideale manier om een nieuw tijdperk te beginnen. Maar er is hoop, want Megatron heeft dan wel de sleutels, maar hij moet eerst wel nog het bestaan van het Omega-slot ontdekken. Omega-slot? Wacht, nu snap ik het niet. Het slot moet door de vier reliquieën worden geactiveerd. We moeten het apparaat vinden voor Megatron dat doet. En het veiligstellen tot we de sleutels hebben veroverd. Er zijn geen Ayakon-coördinaten meer om te ontcijferen. Dit slot kan overal op aarde zijn. Eigenlijk is het op Cybertron. Wat? Hoe weet jij dat? Alpha Trion gaf me de locatie in de boodschap die in de sterzadel zat. En dat heb je ons niet verteld? Dat wilde Alpha Trion niet. Met de hamer van Solus Prime hebben we nu het middel om naar Cybertron te gaan. Ik moet het snel doen, aangezien ons tactische voordeel op Megatron niet lang zal duren. Bradwing, ik was naar je op zoek. Ik sta tot uw dienst, heer Megatron. Ik begrijp dat Starscream's terugkeer in ons leger nogal moeilijk kan zijn, aangezien je broer onder zijn bewind gestorven is. Maar je medewerking is essentieel. Wij Decepticons kunnen Cybertron het beste doen er leven en regeren als we één front vormen. Begrepen. En als u het goed vindt, meester, wil ik onze kameraad graag verwelkomen, persoonlijk. Wakker worden. Je T-Cock-transplantatie was een succes. En ja, ik ben echt heel goed. Oh, eindelijk. Ik kan niet wachten om weer te vliegen en door de wolken te zweven. Starscream. Ik moet je helaas mededelen dat je je vleugels niet meer zult spreiden. Nooit meer. Bradwing, waar ben je mee bezig? Nee, wacht! Dit gaat om Skyquake, of niet? Ik dacht dat dit achter ons lag! Ja, ik ook! Ja! Slachtoffers zijn een ongelukkig gevolg van een oorlog. Maar ik verzeker je, je broer ging zijn ondergang met eer tegemoet. Wat jij hebt ontheiligd door hem tot leven te wekken. Oh, dat weet je ook. Er moet iets zijn dat ik kan doen. Een vorm van vergoeding die je kan bieden om je pijn te verzachten. Je spark is voldoende. Dreadwing, achteruit. Deze grafschender moet voor zijn daden boeten. Noemt u dit loyaal, meester? Ik zei achteruit. Dat is een bevel. Eén die ik niet kan opvolgen. Ik ben oké. Ik ben oké. Je Megatron. Ik ben u eeuwig dankbaar. Zorg dat ik nooit spijt krijg dat ik één van jullie heb gespaard. Ligt het aan mij of gedraagt Optimus zich anders naar dat bericht van Alpha Trion? Ja, hij vertelt ons inderdaad niet alles. Zelfs Ratchet wordt niet ingelicht. En geef me één reden waarom Optimus zijn eigen team niet kan vertrouwen. Waarom hij ons niet over het Omega-slot kon vertellen. Had hij dat wel gedaan, dan had Megatron het uit mijn hoofd getrokken met zijn machine. Het maakt niks uit. De Kans hebben toch alle Omega-sleutels. Tik-tak, Knockout. Tik-tak. Megatron verwacht resultaten. En na wat we net gezien hebben, denk ik dat we onze meester beter niet kunnen teleurstellen. Wij? Tenzij zeuren ook telt, heb ik jou nog helemaal niet zien doen. Ik heb hem de sleutels gegeven.
Moet ik mezelf nog meer bewijzen door u ook nog te ontdekken waar ze voor dienen? Oh, als mijn onderzoek niet plotseling was onderbroken door iemands cosmetische ingreep, was ik nu misschien al verder geweest, Starscream! Oh, geef maar hier! Oh, wauw, waarom heb ik daar niet aan gedacht? Zou het kunnen? Klaar? Af! En daarom heeft Dreadwing een gat in zijn middel. En wij dus niet. Natuurlijk! Sleutels zijn waardeloos tenzij ze iets openmaken. Richt de ruimtebrug op, Cybertron. Weer een verbazingwekkende samensmelting van magie en wetenschap. Mogelijk gemaakt door de voorvaderen. En onze leider. Het is niet te geloven. Een paar zwaaien met die hamer en bam! Onze grondbrug is nu een ruimtebrug. Onze sensoren vangen een enorme energon-uitbarsting op buiten de atmosfeer van de aarde. Zo'n grote golf kan maar één ding betekenen. De activering van nog een ruimtebrug. Megatron heeft ontdekt dat het Omega-slot op Cybertron ligt. Zo te zien zijn we ons voordeel kwijt. Megatron weet niet dat wij nu de mogelijkheid hebben om interstellair te reizen. We hebben nog steeds het voordeel dat we hem kunnen verrassen. Voor deze missie gebruiken we alle middelen die we tot onze beschikking hebben. Starscream, neem de leiding in mijn afwezigheid. Dat zou een eer zijn, meester. Wat maakt hij nu weer? Megatron moet gestopt worden, koste wat het kost. Volgens de kaart die de sleutels weergeven, ligt het object dat we zoeken diep in de zee der roest. Oh. Optimus! Nee, Ratchet, het is Jack. Is er een probleem? Want we zijn al een uur klaar met school en we zijn nog niet opgehaald. Dat komt omdat het hele team op dit moment nogal bezig is. Ik stel voor dat jullie een andere vorm van vervoer vinden. Wat zegt hij? De bots zijn bezig. Zeg dat Ratchet ons moet komen halen. Het is niet alsof hij iets anders te doen heeft. Ga naar huis. Ik zoek later wel contact. Hallo? Opgehangen. Wat voor beest zit er vast in zijn uitlaat? Zei Ratchet wat er aan de hand is? Nee. Ze laten ons de laatste tijd vaker in het ongewisse. Kan dit?
Starscream. Maar dat is onmogelijk. De Autobots hebben de middelen niet om... Vernietig ze! Je miserige zwaard alleen verslagen en ik zal het weer doen. Sleutels, of ik wil jullie Sparks! Met dat laatste kan ik je helpen. De Spark-extractor. De Autobots hebben de Omega-sleutels. Stuur onmiddellijk versterkingen. Eerlijk gezegd, heer Megatron, heeft Soundwave me ingelicht over de laatste ontwikkelingen. En er is misschien een effectievere oplossing. Onze voorsprong is niet groot. Alpha Trine heeft toch gezegd dat hij hier lag? Dit zijn de coördinaten. Dat stelt niet veel voor. Ratchet, we hebben het Omega-slot gevonden. Oh, eindelijk. Volgens Alpha Trine is het Omega-slot... een directe verbinding met onze eigen Allspark. Optimus, zo'n enorme eer zou niet voor mij moeten zijn. Thank you.
Autobots, ik stel voor dat jullie hier onmiddellijk mee ophouden en de sleutels aan mij geven. En waarom zouden we dat doen? Zodat ik jullie de mensen kan geven. En als we weigeren? Dan kan ik niet anders dan die kokers openmaken en jullie huisdieren aan Cybertrons giftige atmosfeer blootstellen. En dan zien we ze allemaal onmiddellijk vergaan. Samen.